Goeiedag. De nieuwe 30-daagse weersverwachting die gaat vrijwel helemaal over de maand november. En de grote vraag is natuurlijk, gaan we dit wisselvallige en natte weer kwijtraken? Ja, het is erg nat in Nederland. Heel veel millimeter zijn er gevallen in deze maand oktober. En we hebben nog een aantal dagen te gaan. En het ziet ernaar uit dat oktober een van de natste oktobermaanden gaat worden sinds we dat meten. Dat is begin vorige eeuw. We zitten al rond de 130, 140 millimeter gemiddeld. En er komt waarschijnlijk nog wel 30 tot 40 millimeter bij. In het noordwesten van het land waarschijnlijk nog wel wat meer. En dat betekent vaak regen. Bijna dagelijks hebben we de paraplu nodig. En ook het verkeer zal nog vaak hinder ondervinden. Vinden van de neerslag. Maar dit gaat vrijwel helemaal over november. Wat mogen we klimatologisch verwachten in november? Nou, laten we eerst naar de temperatuur kijken. Een gemiddelde maximumtemperatuur voor november aan het begin is 11 tot 12 graden. En gedurende de maand daalt dat naar 8 of 9 graden. En de nachttemperaturen die gaan al flink onderuit, van 6 graden naar een graad of 4. En als we dan ook nog even naar de neerslag kijken, dan zien we hetzelfde patroon als in oktober. De meeste neerslag die valt in de kustprovincies, in het binnenland. Daar valt wat minder neerslag en het droogste deel van het land, dat is weer Limburg. Maar of dat ook zo gaat worden, dat is natuurlijk maar afwachten. Deze verdeling zien we ook wel terug in oktober. Alleen nogmaals viel er veel en veel meer neerslag. Mijn collega heeft een mooi artikel over de vele neerslag geschreven. Staat op de Weerplaza website, moet u maar even gaan kijken. Ja, we hebben vaak te maken met die westcirculatie en dat betekent storingen vanaf de Noordzee die onze kant op komen. En die storingen die zijn zeer actief en dat komt met name ook omdat de jetstream wat zuidelijker ligt dan wat je mag verwachten. Maar wel dusdanige positie dat lage drukgebieden vaak bij ons een rol van betekenis spelen. En dus voor die neerslag zorgen. En de komende week gaat dat ook weer niet veranderen. Ik kan u alvast verklappen dat de komende week ook weer kletsnat gaat worden. Er zitten een paar zeer natte dagen tussen en die neerslag valt dan in heel het land. Met de weerkaart kunnen we dat goed bekijken. We beginnen op de maandagochtend en dan zien we een lage drukgebied bij Ierland. Nou, dat hebben we de afgelopen dagen heel vaak gezien en er komt weinig verandering in. Het lage drukgebied wordt straks vervangen door een volgend lage drukgebied. Daaromheen al die storingen die voor neerslag zorgen en met name in de kustprovincies kan er heel veel neerslag vallen volgende week. Sommige modellen die gaan al naar 50 tot 100 mm neerslag net buitengaats langs de westkust, maar ook op de westkust zelf kan veel water vallen. Hier zien we dat ook, die depressie die heel actief is boven de Noordzee en dan al die neerslag onze kant op brengt. Volgende week dus een zeer wisselvallige en natte week. En dat heeft alles te maken dus met onder andere die lage drukgebieden die boven Ierland en Groot-Brittannië liggen in de Noordzee. Die luchtdrukafwijking die is ook echt wel heel duidelijk zichtbaar in de weerkaarten. Dit zorgt ervoor dat we met dat wisselvallige weerbeeld te maken hebben. Op hetzelfde moment is de aangevoerde lucht relatief zacht. We hebben vaak ook met bewolking te maken. Dus die nachttemperaturen die blijven ook erg hoog. En we verwachten ook dat deze week veel warmer gaat verlopen dan wat gebruikelijk is in deze tijd van het jaar. Overdag merken we dat misschien niet eens zozeer, maar vooral die nachten die zijn een stuk zachter. Ja, neerslag. Natuurlijk een grote afwijking naar de plus. Want er wordt veel nattigheid verwacht. Ik noemde net al getallen van 50 tot 100 millimeter boven de Noordzee. Bij de kustgebieden moeten we ook rekening houden met tientallen millimeters neerslag. En ook landinwaarts valt er van tijd tot tijd veel regen. Kortom, het wordt een natte week. En dan zien we heel langzaam in november dat die activiteit wat minder gaat worden. Maar het algemene beeld is toch wel dat het wisselvallig blijft. Als we een sprongetje maken naar 13 tot 20 november, dan zien we nog steeds een luchtdrukafwijking boven het westen van Europa die wat lager is dan gebruikelijk. Met andere woorden, die westcirculatie, die zuidwestelijke stroming, die blijft er ook wel in. Ook andere weerkaarten tonen dat beeld. Het wordt iets minder zacht, maar nog steeds zitten we toch wel met temperaturen die wat hoger zijn dan gebruikelijk voor deze tijd. En dat moeten we ook weer vooral terugzoeken in die nachttemperaturen. Natuurlijk, het kan wel eens een keer een koude nacht worden als het helder is, maar of er veel heldere nachten gaan komen in deze periode, dat is nog maar de vraag.
Kortom, als we het gaan samenvatten en het beeld op een rijtje zetten, dan denk ik dat november nat en wisselvallig gaat verlopen. Met name die eerste helft van november, die ziet er echt nat en wisselvallig uit. En het is ook veelal zacht, maar ook de tweede helft van november laat nu toch wel signalen zien dat we die west-zuidwest-circulatie blijven behouden. Er zijn geen duidelijke signalen voor hoge drukinvloeden. Met andere woorden, het kan wel weer eens een hele natte novembermaand gaan worden. Nog fijne dag.